Het veiligheidsgevoel moet terug in de samenleving. Met het oog daarop is een samenkomst geweest met president Chandrika Prasad Santokhi, de Veiligheidsraad en de ministers Krishna Mathura van Defensie, Armand Achaibersingh van Financiën en Planning en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. U hoort de waarnemend procureur-generaal Garcia Paraxin en minister Ramdin. Dit is een meeting van de Veiligheidsraad van Suriname. En de bedoeling van deze meeting is geweest om de stand van zaken door te geven, te bespreken met betrekking tot actuele zaken die zich voordoen in Suriname met betrekking tot de veiligheid. Als we starten met het stukje veiligheidsaspect, hoe is het gesteld met de nationale veiligheid, maar ook in het bijzonder de algemene veiligheid in Suriname op dit moment? We kunnen zeggen dus dat met betrekking tot de nationale veiligheid, dat er toch wel op dit moment sprake is van een dreiging van die nationale veiligheid. En dat kunnen we zeggen op basis van de spraakmakende zaken die we de afgelopen tijden hebben gehad. En die de samenleving ook wel bezighouden. Dan praat ik bij deze over de zaak van de diefstal van de wapens uit de wapenkamer van de ex-president van het land. We hebben de zaak gehad van de 3 verkoolde lijken die zijn aangetroffen. We hebben verder de zaak gehad van de diefstal van geld uit bureau Nieuwe Haven. Dat zijn allemaal zaken die de samenleving bezighouden. En dat zijn zaken dus die we hier vandaag hebben besproken. Nou is het niet de taak van de regering om deze zaken aan te kaarten of op te lossen. Echter is dat volledig bij het Openbaar Ministerie. Heeft u een rapportage of een weergave van wat de stand van zaken op dit moment is van deze 3 spraakmakende cases? Ja, deze 3 spraakmakende cases worden allemaal onderzocht onder leiding van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft een team samengesteld, bestaande uit officieren van justitie, de politie erbij, forensisch onderzoek, forensische opsporing, verder ook leden van de militaire politie. Het onderzoek wordt gedaan, wordt geleid door het Openbaar Ministerie en op die manier gaan we dus te werk in deze zaken. De samenleving heeft nog niet adequate informatie gehad. Kunt u in dit stadium aangeven als er schot komt in deze zaken? Mensen zijn bang dat deze zaken eventueel in de doofpot verdwijnen. Wat is uw reactie daarop? Nou, we kunnen de samenleving van verzekeren dat deze zaken absoluut niet in de doofpot zullen belanden. Het Openbaar Ministerie is bezig met de aansturing in deze zaken. U moet weten dat het geen zaken zijn die zich elke dag voordoen. Dus het gaat toch wel wat tijd in zitten om deze zaken tot klaarheid te brengen. Maar we zijn bezig ermee en we zien toch wel dat er vorderingen geboekt worden in deze zaak. En we hopen dus binnen niet al te lange tijd toch wel de samenleving wat meer te vertellen over de resultaten in deze zaken. Gaan we richting uitsluitsel kunnen geven, richting oplossing in deze 3 zaken? Hebben we binnenkort het feit dat het Openbaar Ministerie kan zeggen, hey, deze zaken zijn, er is klaarheid in deze zaken? Ja, dat hopen we inderdaad de samenleving binnenkort daarover te informeren. Ik zei het al, we zijn bezig met deze zaken en er is schot in het onderzoek. U heeft vandaag deze veiligheidsmeeting aangezeten waarbij er ook andere veiligheidsentiteiten waren. Als waarnemend procureur-generaal, hoe heeft u dit ervaren en wat denkt u dat dit gaat betekenen voor het algemeen veiligheidsgevoel in Suriname? Deze ontmoetingen zijn heel belangrijk, want we praten dan niet alleen maar over die strafbare feiten die zich de samenleving op dit moment bezighouden, maar er zijn ook andere issues ter sprake gekomen. Bijvoorbeeld dingen die zich voordoen in het binnenland. Hè. Een grote hoeveelheid aan illegale die zich ophouden in het binnenland, die ook over wapens moeten beschikken, illegale wapens beschikken. Noem maar op, zijn allemaal issues die met elkaar gedeeld worden. Het is heel belangrijk dat alle veiligheidsinstituten die over belangrijke informatie beschikken, dat ze die informatie ook delen met elkaar. Want daar gaat het om, de communicatie is heel belangrijk en dat informatie ook wordt gedeeld met elkaar, zodat ook nog op tijd met deze informatie wordt omgegaan en ook daarop wordt ingespeeld. Met name informatie die we moeten krijgen van de intelligence units. Het is heel belangrijk dat ook de intelligence units heel adequaat zijn uitgerust, hun werk ook heel goed doen en dat ze op tijd de informatie waarover ze beschikken delen met andere instituten, zodat op tijd daarop wordt ingespeeld. Maar niet alleen dat is aan de orde gekomen, ook het integriteitsvraagstuk is aan de orde gekomen bij de verschillende veiligheidsdiensten, de gewapende macht. Maar dat is ook een issue die aan behoeft en dat ook een heel grote rol speelt bij het oplossen van heel wat onderzoeken. Met welk gevoel wilt u de samenleving achterlaten wanneer het gaat omtrent de veiligheid als procureur-generaal?
kon de samenleving een, zeggen van houdt u zich rustig, het komt goed allemaal. We kunnen niet zeggen dat inderdaad die veiligheid zodanig in gedrang is dat u zich onveilig moet voelen. Er zijn inderdaad zaken die zich hebben voorgedaan. Je hebt de zaken die zich alledaags voordoen, zoals de diefstallen, de berovingen. Maar de politie is uitgerust om ook op die zaken in te spelen, die zaken tot klaarheid te brengen. Dat doet de politie ook. Vandaag hebben we ook het gehoord van de KPS. Dus er is geen reden om zich bezorgd te maken. Wij proberen in ieder geval het Openbaar Ministerie en ook de politie. We proberen dus in ieder geval de zaken die onder onze aandacht worden gebracht, om die zaken op te lossen, waar wij dus dat allemaal wel kunnen doen. Vandaag zijn er verschillende veiligheidsinstituten op bezoek geweest bij de president. Om welke veiligheidsinstituten gaat het? Eigenlijk gaat het om een vergadering van de Nationale Veiligheidscommissie, die onder leiding staat van de president. En bestaat uit een aantal ministers, Financiën, Buitenlandse Zaken, minister van Defensie, minister van Justitie en Politie, maar ook de procureur-generaal, de korpschef, ook de veiligheidsadviseurs, DNV. Dus allemaal instituten die een rol spelen bij het handhaven van orde en veiligheid in het land. En die komen op regelmatige basis bijeen om urgente zaken te bespreken. Zaken die te maken hebben met een stukje rust die in het land moet blijven bestaan, orde, maar ook de veiligheid in het algemeen. Over welke zaken zijn er vandaag gesproken? Nou, u weet dat sinds een paar weken, misschien maanden, al toch wel een situatie bestaat waarbij bepaalde zaken gebeuren waarvan we moeten zeggen dat die eigenlijk niet passen in de wijze waarop we in Suriname met elkaar omgaan. Het gaat om criminele activiteiten, illegale activiteiten, van diefstal tot en met fraude, van houtblokken, van cocaïne, zaken. Er zijn 2 keer cocaïne transporten ondermijnd. We hebben gezien dat een aantal personen zijn vermoord in de afgelopen dagen. Dat zijn allemaal bijzondere ontwikkelingen die de nodige aandacht vergen van de veiligheidsinstanties. Daarom de Nationale Veiligheidscommissie is bijeen geweest om het geheel te bekijken. En die maatregelen te nemen die nodig zijn om 1. Het onderzoek vlotter te laten verlopen. 2. Ervoor te zorgen dat we resultaten zien, zo gauw mogelijk. Zodat we ook de gemeenschap kunnen laten zien dat de onderzoeken tot iets geresulteerd hebben. En dat personen die verantwoordelijk zijn opgepakt worden en via ons rechtssysteem gestraft worden. Minister, een belangrijke spraakmakende zaak is natuurlijk de wapendiefstal bij de gewezen president Bouterse. Is daarover ook gesproken? Daar is ook over gesproken en er is een stand van zaken gegeven van het onderzoek. Ik kan u hangende het onderzoek natuurlijk niet in detail vertellen wat er gaande is. Maar in ieder geval, het heeft de volledige aandacht van de president en van de autoriteiten. En wij zullen wel ervoor zorgen dat niet alleen binnenland, maar ook in het buitenland de nodige ondersteuning wordt gevonden. Waaronder bij Interpol om na te gaan waar deze wapens zijn, als ze niet meer in Suriname zijn. Dus dat is wat ik ervan kan zeggen op dit moment. Maar dit zijn allemaal zaken die van belang zijn om die nationale veiligheid te garanderen. Om ervoor te zorgen dat een stukje een veiligheidsgevoel er is bij die samenleving. En daarom wil ik benadrukken dat de regering nadrukkelijk bovenop de zaken staat. En nadrukkelijk aandacht schenkt aan deze zaak. We willen niet dat er een situatie van onveiligheid ontstaat of illegaliteit in het land. Dat is niet de bedoeling en daar zal hard in gegrepen worden. Ook voor wat betreft de personen die in overheidsdienst zijn en zich lenen voor dit soort dingen. Integriteit is belangrijk. En de president heeft nadrukkelijk de instructie gegeven om te handelen waar er gehandeld moet worden. Ook wanneer het gaat om individuen die hand- en spandiensten hebben verleend aan deze criminelen. Wat zal er specifiek gedaan worden om de veiligheid weer te garanderen in de samenleving? Nou, in ieder geval zal er een sterkere aandacht zijn
voor de criminele, voor de criminaliteitssituatie. We gaan meer samenwerking aan binnen- en buitenlands. Een betere coördinatie van de verschillende diensten die betrokken zijn bij handhaven van orde en veiligheid. Dus politie, militairen, DNV, de adviseurs, maar ook het kantoor van de procureur-generaal. Wij zullen zeker internationale ondersteuning zoeken voor wat betreft capaciteitsvergroting, trainingen. Maar ook wanneer het gaat om equipment. Het zijn allemaal belangrijke zaken. Maar in ieder geval wil ik aangeven dat de regering bovenop deze zaken zit. En ook begrijpt dat we niet kunnen wachten tot zaken gaan escaleren. Dat is zeker niet de bedoeling. En vandaar dus deze actie in deze commissie. Volgende week komt de commissie weer bijeen om na te gaan wat er is gebeurd. Ook hetzelfde geldt voor acties die in het binnenland ondernomen moeten worden door de minister van Justitie, Politie en Defensie. Minister, we zagen ook het Openbaar Ministerie is ook uitgenodigd. Wat is hun rol hierbij? De rol van het Openbaar Ministerie is om de onderzoekingen te leiden. En op basis van politionele onderzoekingen en ondersteuning. Maar uiteindelijk moet er een zaak komen die naar de rechter moet. En daarvoor heb je dus het Openbaar Ministerie nodig. Het Openbaar Ministerie is centraal in deze zaak, omdat het om criminele activiteiten gaat die goed aangepakt moeten worden en die uiteindelijk tot berechting moeten leiden.